Goedendag, u kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Net als gisteren begint de dag weer met veel wolkenvelden, maar er zijn ook wel enkele opklaringen en in die gebieden schijnt vanochtend dus al de zon. Verder valt er ook lokaal een spatje, dat gebeurt vooral in het noordwesten en oosten, maar die regen die lost snel op en op steeds meer plaatsen gaat vanochtend de zon doorbreken. Ook vanmiddag schijnt van tijd tot tijd de zon, kan ook weer een lokale bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 12 graden in het noordwesten tot 14 à 16 graden in het binnenland. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, schijnt eerst nog enige tijd de zon en er zijn opklaringen. In de loop van de nacht koelt het flink af, vooral in het noordwesten kan het koud worden en daar kan ook mist ontstaan. Morgenochtend dus eerst plaatselijk grijs, maar in de loop van de dag gaat overal de zon schijnen en vooral morgenmiddag is het heerlijk weer met weinig wind en geregeld zon. Temperaturen 12 tot zo'n 14 graden. Zondag gaat de zon nog uitbundiger schijnen, ook dan blijft het droog. Temperatuur is dan 11 tot 15 graden. Mijn puntje is zondag wel de wind, die neemt iets in kracht toe. Maandag valt er misschien een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En ook dinsdag hebben we het droog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.